Dit was niet een van de beste plekken. De huifkwartieren werd gedeeld, er werd geneukt, er werd van alles gedaan, zeg maar, wat je gewoon in zo'n gebied hebt. Er was nog iets meer op het randje van de periferie van Deventer. Er gebeurden nieuwe dingen. Je kwam er niet zomaar, je kwam er meestal alleen als je via via had gehoord dat er wat aan de hand was. Het was gewoon een hele rauwe, smerige plek. Ik ben in Deventer opgegroeid, dus ik ken het gebied natuurlijk al heel lang. En ik kan me nog goed herinneren dat dit gebied ook echt functioneerde. Na een tijdje bewoond door een aantal kunstenaars. Die hebben hier op verschillende plekken op het havenkwartier allerlei initiatieven zijn gestart. En door de inzet en creativiteit en ondernemerschap wees het tot een interessante plek te maken. Dat ineens bijvoorbeeld een gemeente ziet van, daar kunnen we wat mee doen. Iedereen wilde eigenlijk wel dat industrieterrein in al die panden innemen. En we zijn tot afspraken kunnen komen met de eigenaar, wat dus de gemeente Deventer voor het grootste deel is. De nieuwe bewoners bijvoorbeeld, die zien van, een foodlog zit hier, een picknick zit hier. Er gebeurt hier van alles, laten we ons hier vestigen. Dit is voor ons gezin, voor onze bedrijfheid is dat tof. En dan uiteindelijk wordt het gewoon langzaam de woonwijk waarvan we hadden verwacht dat het zou gebeuren. Maar dat is nu wel aan de gang. Maar waar het gebied voor moet passen, denk ik, is dat het zijn experimentele karakter verliest. Een buurtvereniging hebben we ongeveer een jaar of 5 geleden zijn we daarmee begonnen. Het bestaat in feite ook bij de gratie van een issue. Als een aantal mensen betrokken zijn bij een ding, dan schuiven ze al aan. Er is geen lidmaatschap. Er is ook geen officiële vereniging, stichting of whatever. Dat willen we ook niet. Het aardige is wel weer dat op het moment dat je jezelf buurtvereniging Havenkwartier noemt, is dat alle overheidsorganisaties die in een gemeente werkzaam zijn, opeens zien dat daar een activiteit is of dat daar opeens een gezamenlijkheid is. Dat is fijn voor hun, want dan hebben ze een aanspreekpunt. Nou, eigenlijk de aanleiding daarvoor was dat los evenement. Dat is eigenlijk de trigger geweest om die buurtvereniging op te zetten. Een groepje mensen vanuit het Havenkwartier zag een kans in het organiseren van een festival met als doel het openstellen van het Havenkwartier. Het Havenkwartier was, en misschien nog steeds wel, maar in ieder geval in mindere mate, een plek waar mensen wel eens wat van hoorden, waar mensen wel eens op bezoek kwamen omdat ze er echt wat zochten. Maar waar je niet zo snel bij mensen binnenkwam. Je kan binnenkijken bij de ateliers, in de woonkamers. Wij programmeren vanuit LOS een breed programma aan concerten, aan optredens. En dat loopt echt uit een van tienkoppige reggae bands tot een harpiste. Voor LOS Festival ben ik bij Bert Evers op bezoek geweest en zijn vrouw Irma. En wat me opviel is dat ze eigenlijk nog nooit mee hadden gedaan met het LOS Festival. En dat leek mij heel erg tof, omdat het wat mij betreft ook echt een belangrijke plek is. Op het Havenkwartier. En hier op dit stuk werd het theater opgevoerd, dus bezoekers werden hier naartoe geleid. Wat hier op het terrein aan materiaal lag, ook containers, een aantal grote objecten waar mensen op een schommel in zijn gaan hangen, hebben we gezamenlijk met het publiek een aantal klassieke theaterstukken weer opnieuw opgevoerd op het terrein van de stoperij van Bert Evers. Ik denk dat de mensen die dus niet zo concreet een product kunnen aanbieden als zijn workshop, dat zij of een locatie openstellen als programmalocatie. En daarnaast, wat je niet bij iedereen, maar wat je soms ziet gebeuren, is dat mensen dus korte presentaties geven, waardoor de bezoeker daar, zonder dat daar echt een activiteit is, toch zien wat daar gebeurt. En soms kan dat al met een kop koffie en een zelfgebakken taart. Ik denk juist dat een LOS festival kan bijdragen aan in ieder geval de aantrekkingskracht van zo'n gebied. Wat ik leuk vind om te denken dat LOS Festival ook bereikt, is meer cohesie in het gebied. Dus meer samenwerking, meer erkenning, mensen elkaar ook meer opzoeken. Als je geen geld zet op zo'n gebied, heb je namelijk niks. Kun je niks. Mensen zijn namelijk hartstikke druk met hun werk, zijn daarmee bezig. En zo'n programmabudget is daarvoor een instrument om dat te doen. LOS wordt er bijvoorbeeld ook voor een deel uit gefinancierd. Maar het zijn allemaal deelstukjes in een begroting, in een budget. En dat heeft gewerkt. Ze waren binnen anderhalf jaar, waren ze de huizen kwijt. We zijn hier toevallig nu op dinsdag. Nou, er is geen drol te beleven. In de zomer leeft het wat meer, zijn mensen meer buiten. Zorgt vooral, denk ik, picknick voor een goede sfeer. Picknick is de perfecte zomer hangout. In Deventer en misschien wel omgeving. Dus het is buiten. Het aanbod qua muziek en programma
is anders dan wat er in Deventer, of het is aanvullend, zeg maar, wat er in Deventer is. De gemeente heeft wat meer ruimte gegeven om ons hier te ontwikkelen als picknick. Dus dat gaat, weet je, dat je niet een meter terras te veel in beslag neemt. Daar kijken ze dan niet zo heel nauw naar. Uiteindelijk is de burgemeester, die heeft hier moeten zeggen van, nou, dit gaan we doen. Die container die daar staat, die hebben we nu helemaal hier naartoe gestoken. Die stond helemaal open. We hadden een grote tent van de overheen, een stretch tent. Dat is 100 vierkante meter met gewoon windschermen. Dus je had eigenlijk een soort van binnen-buiten plek. Hier stonden allemaal tonnen met priklinten en planten. Daar was nog een grote zitplek. En hier ging je naar binnen, deuren gingen open. En allemaal lampjes en dingetjes en frutseltjes. Dat zag echt heel gezellig en goed uit. De grond die wordt uiteindelijk verkocht en er wordt bebouwd. Dit is de afspraak. We weten dit. We vinden het heel jammer, want je werkt naar een hoogtepunt toe. En op het hoogtepunt zeggen ze altijd, moet je stoppen. Maar ja, op het hoogtepunt heb je ook wel de neiging om door te gaan, weer door te ontwikkelen. En dat picknick weer verder moet gaan kijken naar een andere locatie. Je hoort wel eens reacties dat mensen wel zeggen, mede door dat picknick er was. Want we vergeerden op een gegeven moment in de zomer een soort van buurtkroeg. Het heeft wel bijgedragen aan de keuze om ons hier te vestigen. Dus je bent wel van waarde. Je merkt vooral dat het wat professioneler wordt. En dat het wat meer op een festival gaat lijken. En wat minder op een gezellige open dag die gewoon even wordt georganiseerd. En ik denk wel dat het belangrijk is om daarbij te zeggen dat we wel erg in de gaten proberen te houden. Dat het wel die open dag blijft qua sfeer en qua karakter, zeg maar.